het Vlaams legioenkameraad. Op de bevrijdende daad. Ze waren met minstens 12.000. Sommigen spreken zelfs van 23.000. De Oostfronters. De Vlamingen die in der tijd samen met de nazi's meevochten tegen het Russische Rode Leger in de Tweede Wereldoorlog. Duizenden Vlamingen zijn daarvoor door de Belgische krijgsraad in der tijd tot de dood veroordeeld. Vandaag, 70 jaar later, blijven de Oostfronters nog altijd een zwarte bladzijde uit de Vlaamse geschiedenis. De dag had 24 uur en 20 uur dienst. Hè? We hebben met ons voeten gespeeld. Hè? Een Britse historicus schreef er een boek over, over die Vlaamse Oostfronters. Volgens hem waren de Vlamingen de meest gemotiveerde van alle vreemdelingenlegioenen die voor de nazi's vochten. Maar blijkbaar beseften velen pas achteraf aan welk verschrikkelijk regime ze hadden meegewerkt. Het is allemaal voor niks geweest. Hè? Ik heb mijn hele toekomst verloren. Veel Oostfronters bouwden na de oorlog een nieuw leven op in Duitsland, op de vlucht voor de repressie of de doodstraf. In de buurt van Karlsruhe woont de bijna 100-jarige Albert met zijn 35 jaar jongere Duitse vrouw. Zo daar. Na de Tweede Wereldoorlog bleef de Mechelaar in Duitsland, bang voor het doodvonnis dat in 1945 in België tegen hem werd uitgesproken. Vonnis. De krijgsraad van Mechelen verklaart Olbrechts Albert George en veroordeelt hem uit diesem hoofde tot de doodstraf. Albert vocht aan de kant van de Duitsers aan het zogenaamde Oostfront. Zoals hij waren er in de Tweede Wereldoorlog minstens 12.000 Vlamingen die zich vrijwillig aanmelden om te gaan vechten tegen de bolsjewisten. Tegen het communistische Rusland van dictator Stalin. Ook de 91-jarige Gentenaar Dries verhuisde begin jaren 50 naar Duitsland omwille van de repressie. Ook hij werd na de oorlog ter dood veroordeeld. In 1941 meldde Dries zich als vrijwilliger voor het Oostfront. Beschreven was tegen het communisme te vechten. En dat is ons van kleins af ingefilterd. We waren op de katholieke school en de parole was voor de kerk Rome of Moskou. En dat werd gepredikt vanaf de kansel en in de school. De belangrijkste reden waren de kamp tegen het bolsjewisme. Van de kerk als ik, we zijn jarenlang op de straat gemarcheerd, de jeugd, de Vlaamse jeugd. En de Belgische jeugd dus, met de pauselijke vlag, nee, bewapend u geestig tegen het bolsjewisme. Historicus en ex-Brits legerofficier Jonathan Trick schreef al boeken over Franse, Scandinavische en moslimvrijwilligers die aan de zijde van Hitler vochten. Ook het Vlaams legioen intrigeert hem. Zijn boek over de Vlaamse Oostfronters is nu vertaald in het Nederlands. I found it. That there was an awful lot of non-Germans fighting with the Nazis during the war, and I just couldn't understand why, and it made me hugely interested, led into a lot of research, and one of the biggest contingents that I came across was the Flemish. I'd never really heard of the Flemish, and finding that so many of them fought with the Nazis was a fascinating subject. De Duitsers recruteerden vele Vlamingen doordat ze inspeelden op het Vlaamse ongenoegen binnen het toenmalige België. Vooral sinds de Eerste Wereldoorlog kwamen de Vlamingen steeds meer op voor hun rechten. Je moet dat begrijpen. Wij waren anti-Belgen. We zijn nog anti-Belgen. Ik ben geen Belg. Ik ben Vlaming. Ons doel was een vrij Vlaanderen. The first contingents that were recruited were very much promised, you know, come and join us, you'll go and fight the communists and your reward will be an independent Flanders. Niet alleen Vlamingen vochten aan het Oostfront. Albert komt uit een Franstalige Mechelse magistratenfamilie en wou inschrijven voor het Waals Legioen. Ik was geen Vlamingen, nee. Ik, in het klein seminar wat ik gestudeerd heb ik dikke slagen gekregen omdat ik een Belgisch vlagscan had. Ik was meer een Belgisch sisje.
Albert was groot en blond. Daarom werd hij door de Duitsers uitgespeeld als Ariër, die in Brussel en Antwerpen met de vlag voor de vrijwilligerstroepen moest marcheren. Uiteindelijk vertrokken hij en Dries met het Vlaams legioen naar het Oostfront. En dan zijn we door heel Brussel gemarcheerd. Dan hebben wij gedacht, heel België is daarbij. Ze zijn allemaal meegemarcheerd van Palais des Beaux-Arts tot aan het station, waar de trein dan stond met de vrijwilligers uit Vlaanderen, zum kamp tegen de bolschevismus. Dat stond op de trein geschreven. En had je dan het gevoel dat de bevolking jullie steunde? Och, de straten stonden vol met mensen. We werden toegejubeld. Er was een gejuich. Die meisjes die probeerden altijd in onze rijen te komen. Hè? Met bloemen en alles mogelijke. En hoe voelde hij zich? Like de koning. Being a brave soldier was the most important thing that you could ever be. You know, nowadays it might be become a top footballer or a surgeon or a pianist. Then it was be a soldier, be a brave soldier. Toen ze aankwamen in het Duitse trainingskamp in Polen, liepen de Vlamingen hun eerste zware ontgoocheling op. En dan op een zeker ogenblik is dan over die plein de commandeur aangereden gekomen op zijn paard. En dachten nu, ja, nu gaat het beginnen. Het eerste woord. Guckt euch mal diesen Zigeuneraufen an. Meinen Sie vielleicht, wir brauchen euch? Zo'n fressen en zo'n scheisse zijn tegengekomen. Dat was de eerste begroeting. Dat ging kinderen zo door. 'S Nacht verschillende kamers hebben gehoord dat er welke aan wenen waren. Die uitbeelder en alles. Die hebben ons dan behandeld like varkens. After they joined, they found that the hype didn't live up to the promise. They hadn't joined the beginning of a new Flemish national army, but they joined a German unit. A lot of the German instructors and commanders that they had saw them as almost cannon fodder for the front. Maar ondanks de vernederingen door de Duitsers en de gruwel van het Oostfront, bleek het Vlaamse legioen erg standvastig. Na een tijd zagen de Duitsers het nut in van de Vlamingen. Het Vlaamse legioen werd onder de naam Langemark opgenomen in de Waffen-SS. Ze werden ingezet in de bloedigste veldslagen. In Rusland, Oekraïne, Estland en in 1945 als laatste om de Russen tegen te houden die op weg waren naar Berlijn. They evolved during the war from being, if you like, seen by the Germans as fairly second-class inferior troops to at the end being seen as premier fighting troops that they had. Dries maakte alle veldslagen mee en kreeg vele onderscheidingen. Dit is een man-aan-man gevecht. En dan moet je 15 zulke aangrepen gedaan hebben. Dat is panzervernichtingsabzeichen. Dan moet je dus met de haftmijn de panzer erledigen. Het schrikkelijke daarbij is als die mijn tot ontploffing komt. Dan hoor je een geweldige slag, ja, een luchtdruk. En daarbinnen hoef je dat niet anders als gescheiden. Hè? Want vond u dat dan niet erg? Het is wel een vijand. Maar ja, het gaat altijd door mijn geen been. Denkt u daar nog aan? Ik hoor wel het gescheiden nog. Van de vijand, ja. Die sterft. Ja. U hebt honderden mensen zien sterven rond u. Ik heb bij Kopsi heb ik een kameraad gewonden, die lag op zijn rug. En ik heb hem eerst een beetje verzorgd, een beetje water gegeven nog. En toen ik hem wou opnemen, had hij vannacht in zijn rug zo een gat. Dries werd 7 keer gewond en er sneuvelden minstens 5000 Vlamingen aan het Oostfront. De zwaarste slag was in Narva, in Estland. Van de 1200 zijn we nog met 37 overgebleven.
Zowel de Russen als de Duitsers gedroegen zich onmenselijk in Oost-Europa. Dries en Albert zeggen dat ze dat niet wisten. Trick twijfelt daaraan. There's an awful lot of documentary and photographic evidence of German soldiers taking photos of executions, hanging, shootings and so on. I've never seen any pictures of Flemish volunteers in those photos, but soldiers talk. As we all do, we all gossip, and so there's no way with such widespread atrocities going on that they didn't know they were happening. Na de oorlog kregen zo'n 3000 Oostfronters de doodstraf in België, ook Albert en Dries. In het archief- en documentatiecentrum van de Vlaamse Beweging in Antwerpen doet Frank Sebrechts al jaren onderzoek naar de Vlaamse vrijwilligers. Heel veel Oostfronters hebben een zware straf gekregen. Waarom? Hun geval werd vaak kort na de oorlog behandeld, omdat het om eenvoudige dossiers ging. Men wist dat zij Oostfronter waren, men wist dat zij in uniform hadden rondgelopen, men wist dat zij de wapens tegen België hadden opgenomen. De repressie was het ergste voor ons. Omdat je kunt die niet weren. Zij zagen jullie als verraders? Ach, absoluut. Maar u voelt zich geen verrader? Nou... Wat heb ik verraden? België. Ik ben geen Belg. Ik ben geen Belg. Ik kan niet iets verraden wat ik niet ben. Als in 1945 de gruwel van de Holocaust, de uitroeiingskampen van de nazi's, aan het licht komt, is iedereen in shock. Ook Dries en Albert. Ik vind dat schrikkelijk wat er gebeurd is. Als er ene was, waren er twee of drie, maar dat is miljoenen. Ik heb het eerst niet willen geloven. Maar ik heb het dan moeten geloven. U begrijpt de repressie een beetje. Ja, de vraag. Dat versta ik volkomen. Dat was dan kort na de oorlog. Dan zijn al die zaken eerst verschenen. Wat er allemaal gebeurd is. Waar we niks van weten. Hè. En dan heb ik gezegd dat accepteer ik volkomen. Did they know that there was a German master plan to exterminate the European Jews? No, I don't think they did. I don't think hardly anyone did at the time. Ook al wonen Albert en Dries in elkaars buurt, vandaag ontmoeten ze elkaar voor het eerst. Kennen wij ons? Nog nooit gezien. Nog nooit gezien. En nu zien we maar een keer. Van Metzingen wordt meegebracht. De meeste Oostfronters zagen elkaar nogthans regelmatig in eigen verenigingen. Maar die bestaan niet meer, omdat er nog maar een paar tientallen overlevenden zijn. De dag had 24 uur. Hier en dat. En 20 uur dienst. Hè. We hebben met ons voeten gespeeld. Hè. Heb je spijt van je keuzes? Nee. Nee. Of ik het zo zou doen, gelijk als nu, gelijk als het geweest is, dat is een andere zaak. Maar spijt? Nee. U hebt niet het gevoel gehad, ik heb voor de verkeerde zaak gevochten? Het gedachte, we zijn misleid worden. Hè. Veel te rappen en beslissingen genomen zonder na te denken. Hè. Maar tegenover mijn geweten zeggen ik ben schilder of ik ben een moordenaar. Dat denk ik niet aan. Hè. Ik wil toch wijzen ook op de individuele verantwoordelijkheid. Je was niet verplicht om naar het Oostfront te gaan. Heel veel mensen hebben het niet gedaan. Je was niet verplicht om in de collaboratie te stappen, evenmin als trouwens in het verzet. I very much see them as the latter in terms of naive young idealists. And whilst I admire their bravery and courage for what they went through, I just wish that it was for any other cause. But Nazism, which was clearly one of the most horrendous causes the world has ever known. Verkeerde keuzes zonder weg terug. Voor Dries en Albert is dat ook letterlijk. Ze wonen nu al meer dan 70 jaar in Duitsland. Hier werden Oostfronters makkelijker vergeven dan in hun heimat Vlaanderen. Net zoals Albert bouwde Dries hier met zijn gezin een nieuw leven op. Op het graf van zijn vrouw liet hij een oud Vlaams citaat aanbrengen. Op het graf staat, Vlaanderen, dag en nacht, denk ik aan u. Hebt u heimwee naar Vlaanderen? Ja.
enorm heimwee. Bent u fier op uw leven? Ja, omdat ik wat gepresteerd heb. Ik heb wat gedaan voor mijn land. Maar het offer was groot. Het offer is groot geweest, ja.